De belangrijkste ingrediënten die waren er. De troonrede, de koning, de koningin, het koffertje. En natuurlijk ook het driewerf hoera. Al was zelfs dat een beetje aangepast en minder uitbundig. Leve de koning. Hoera. 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 En verder was alles vanwege de coronamaatregelen anders. Geen grote rondrit door Den Haag in een koets. Geen ridderzaal, maar de grote kerk voor het voorlezen van de troonrede. Veel minder genodigden en dus ook veel minder hoedjes. Het was dus een andere Prinsjesdag dan normaal. Maar het koffertje met de miljoenennota erin, die was goed gevuld. Vol plannen voor de begroting. En in zijn algemeenheid zou dat op de volgende punten ook iets voor onze provincie kunnen betekenen. Er komt extra geld voor de gemeentefondsen. Er komt budget voor grote bouwprojecten. Investeringen in spoor, water en wegen worden naar voren gehaald. Extra geld voor de gevangenissen, tbs-klinieken en justitiële jeugdinrichtingen. En 2 miljoen voor het Designmuseum in Eindhoven. Ik praat erover door met Jan de Vries, onze politiek verslaggever. Ja, die 2 miljoen, dat is eigenlijk het meest concrete wat er echt specifiek over Brabant in de stukken stond. Ja, verder is het vooral een begroting van wat voor Nederland geldt ook voor Brabant. Maar dat is een concreet punt, ja. En wat betekent dat dan? Dat betekent dat de komende 4 jaar er elk jaar 500.000 euro voor het Designmuseum naar Eindhoven komt. En dat moet een nationaal, maar misschien zelfs wel een internationaal vermaard museum worden, waar design en techniek bij elkaar komen. En een van de plekken die daar steeds voor wordt genoemd, dat is het Evoluon. Dus maar de vraag of dat er ooit komt, dat is particulier bezit tegenwoordig. En het, ja, zeg maar het onderhouden van zo'n museum kost 6 miljoen euro per jaar. En het is de vraag of dat lukt en of dat dan niet een druppel op de gloeiende plaat is wat het kabinet nu beschikbaar stelt. Ja, want het is voor de komende jaren, hè? Ja. Ja, 4 jaar. Nou goed, dat is dus even afwachten. Want dan die andere punten die wat algemener zijn, maar zeker wel voor onze provincie kunnen gelden. Gevangenis, we hebben hier natuurlijk de EBI in Vught. Ja, er staat niks concreets over in van wat er met dat geld dan moet gebeuren. Maar het is bekend dat het een wens is om een extra beveiligde rechtbank te maken in de EBI. Zodat je niet meer met gevangenen van Vught naar bijvoorbeeld Schiphol of Amsterdam-Oost hoeft te slepen. Ja, want dat zijn nogal zware jongens die daar zitten. Hele zware jongens. En de burgemeester vindt dat gevaarlijk, dat heen en weer. Zeker. Ja, dus dat zou een punt kunnen zijn. En dan het gemeentefonds, waar toch flink geïnvesteerd wordt. Ja, je moet je voorstellen dat vanuit het gemeentefonds wordt de zorg betaald, de jeugdzorg. En gemeenten hebben over het algemeen tekort. En dat heeft weer gevolgen voor de jeugdzorg. Ander punt is dat heel veel gemeenten de afgelopen tijd geld hebben geïnvesteerd in, zeg maar, horecabedrijven die op omvallen stonden door de corona. Het kwijtschelden van belastingen, het uitstel van belastingen, die zitten daar ook wel knijp mee. En die krijgen nu allemaal wat extra. Wordt wel trouwens pas in 2022. Dankjewel Jan. Je had het allemaal voor ons in de gaten en meld je als er weer wat te melden is natuurlijk. Zeker. Dankjewel. Ja, maar wat nou als we zelf een klein beetje van de overheid krijgen om aan onze eigen provincie, aan Brabant, dus uit te geven? Kortom, wat zou u doen met een miljoen? Als ik iets uit moest geven voor de zorg, absoluut. Dat die mensen veel en veel meer verdienen en niet krijgen. Kijk, ik zou het geld geven aan de cultuursector, aan de theater, zodat ze kunnen overleven. Aan de handen, aan het bed. Niet te vergeten, ik zou de boeren wat geven en de omscholing. Al die mensen die nou geen werk hebben, dat ze om kunnen scholen. Dat zou ik doen. Nou, heel belangrijk, cultuur. Zeker in Oorschot. We hebben hier een prachtig, hadden hier een prachtig cultureel centrum. En dat is helaas gesloten. Er zijn zoveel kinderen die met Sinterklaas nu zo weinig krijgen. Dus mijn miljoen, als ik die zou krijgen, gaat naar die kinderen. Om die allemaal een lach op hun gezicht te brengen. En zeker met Sinterklaas. Ja. Ik denk meer voor de kinderen. Bijvoorbeeld leuke boshuizen of in ieder geval leuke dingetjes waar de kinderen heel veel aan hebben. Heel veel speelmogelijkheden. Daar zou ik dan voor gaan. Vanuit mijn achtergrond zou ik het in de sport steken. En ik zou daarmee kinderen die misschien fysiek of financieel niet kunnen sporten, daarmee helpen ondersteunen. Nou, ik zou die miljoen besteden aan behoud van het Brabantse landschap. Het landschap waar we zo trots op zijn en waar we toch al met z'n allen toch nog heel veel van genieten. Dus dat vind ik wel heel belangrijk. Daar zou ik het aan besteden. Ik kom uit Helmond, dus ik denk het stadion van Helmond Sport. Ja? Want die hebben crisis, dus ja, die kunnen een miljoen goed gebruiken, denk ik. Nou, mijgen. Ja? Dan kan ik na 53 jaar stoppen met werken.